we gaan weer naar onze gast van vanmiddag. Ja, we gaan naar Fons Slijpen uit Oost-Soeburg. En die heeft isopods bij zich, oftewel pissebedden. Dus, Dolian, als jij nou even naar de andere kant gaat. Even daar naar de zijkant. Ja? Want je hebt er een paar meegenomen, hè? Ja. Ja, kom op, even lopen. Ja, nee, wat is dat dan? Ik kan toch een beetje helpen? Goed, Dolian. Fijn, hè? Ja, heel fijn. Vind je ze vies? Ik vind ze niet heel veel hele leuke beestjes, nee. Waarom niet? Ik weet niet, zo glibberig. Nee, ze zijn niet glibberig. Nou, nee, ze zijn onwetendheid. Ze maar dat is logisch. Misschien onwetendheid. Mensen zijn van nature bang voor iets wat klein en wat dicht in jouw omgeving kan komen. Ja. Ja. En je weet niet wat het is. Dat is ja, maar ook als je zeg maar heel veel bij elkaar hebt en ze vriemelen ze over elkaar heen. Ja, en dat doen ze, want ze zitten allemaal bij elkaar, die beestjes, hè? Die pissebedden. Kijk, hier heb je er eentje. Hou je hand op. Een hele mooie oranje. Oh ja. Maar ik ben wel gewend om alleen maar van die bruine, zwarte te zien. Ja, en deze is wel mooi bruin. De beestjes die steken niet, die bijten niet. Deze is oranje. Deze is oranje, ja. Waar komt die vandaan? Afrika, Spanje, bijna Spanje. Afrika. Spanje. En hoe kom je eraan? Die heb ik van een kweker in Spanje opgestuurd gekregen. Op verzoek natuurlijk. Oh, er zijn meer kwekers. Er is een aardige groep mensen. Niet zoveel als mensen die honden hebben of poezen hebben. Maar die op Facebook onder andere elkaar vinden. En dan een beetje uitwisseling van foto's, van informatie. En dat is gewoon leuk. Het zijn allemaal lotgenoten, denk ik altijd maar. Hey, maar doe niks. Doe je hand eens even. Doe je hand eens even recht. Kom op. Ik ben een held. Dat gaat goed, hoor. Dit gaat niet zo. Nee, maar ik snap het ook wel. Want ik vind het ook niet zo. Dus vraag het mij ook. Dit is een mannetje. Dit is een mannetje. Hoe kun je dat zien? Ja, hoe weet je dat? Deze soort die heeft hele lange, dat noemen ze uropods. Die twee stekels. Ja. Dat zijn geen stekels. Die zijn niet scherp. Maar dat is een overblijfsel uit de tijd dat pissebedden zeedieren waren. Dat, bij een kreeft zitten daar ook een soort van uitsteeksels. Ja. En zij gebruiken het alleen om als deze mannetjes zijn nogal dominant. Dus als ze een ander mannetje tegenkomen, dan zetten ze die een beetje omhoog zo. Net als een pauw die ze veren uitzet. Ja. Maar daar blijft het dan ook bij, want ze doen elkaar niks. Dus dat, en hier in dat hoekje zit een vrouwtje. Oh ja. En die zijn sowieso kleiner. Ja, en die hebben niet van die stekels. Ja. Dus dat. Hey, hoe vermenigvuldigen die beestjes zich? Ze paren, uiteraard. Anders dan zou dat nooit lukken. En het vrouwtje die ontwikkelt tijdens de zwangerschap een soort buidel. Die zit tussen. Ze hebben 14 pootjes. 7 aan allebei de kanten. En daartussen maken ze een soort buidel waar die eitjes ingelegd worden. De eitjes ontwikkelen zich. Die jongen ontwikkelen zich daarin. En dan op een gegeven moment gaat zo'n vrouwtje die jongen, dan gaat die buidel kapot en dan gaan die jongen eruit. En die beschermen ze dan nog een aantal dagen. Als ze geboren worden, dan hebben ze nog geen 14, maar hebben ze 12 pootjes. 1 of 2 dagen later vervellen ze. En dan hebben ze een 14 pootjes en dan zijn ze klaar. En dan binnen een week of 2, 3 zijn ze zelfstandig. En hoe lang leven ze? Een beetje afhankelijk van de soort, maar zeg maar tussen de 2 en de 3 jaar. En als je erop gaat staan, nee, dan zijn is het ze voorbij. Ook dood. Ja, nee, stop dus, ik. Maar bedoel, het zijn echt overlevers. Ze kunnen verschrikkelijk veel hebben. Het enige wat ze niet kunnen hebben is natuurlijk als je erop gaat staan. En als langdurig kurkdroog droog worden, dan stikken ze. Ja, want ze kunnen dat is de reden waarom ze bij kinderen die pissebedden verzamelen. Hey, dat is leuk als klein kind en dan doe je een beetje gras erbij. Maar op het moment dat dat uitgedroogd is, is het over. Dan gaan ze dood. En dan zijn kinderen altijd teleurgesteld. Want ik heb hem toch eten gegeven, maar dat gras, dat eten ze dan wel niet. Maar het is goed bedoeld. Dus, en ik wist dat zelf vroeger ook niet. En toen viel het op zijn plek. Van, ik denk, ja, het is ook wel logisch natuurlijk. Als je weet
hoe die dieren ademen. Jij kweekt ze, je verkoopt ze ook. En ik verkoop ze ook. Er is, aan andere... er is vraag naar dit soort. Ja, er is vraag naar andere liefhebbers. En die, ja, dat is... Er zijn... tegenwoordig zijn er heel veel Aziatische soorten... Die, waar ik mezelf niet zo mee bezig hou, maar... Die kosten al gauw soms 20 euro per stuk. Soms nog wel meer. En dat is, ja, dat is de gekte van het willen hebben. En daar heb ik nooit aan meegedaan, want ik vind het allemaal flauwekul. Er zijn zoveel soorten die heel gemakkelijk verkrijgbaar zijn... voor een paar cent tot een euro per stuk, bij wijze van spreken. En je weet dat je, als je stel, je koopt ze meestal per 12, 13 of zo... En dan heb je altijd wel mannetjes en vrouwtjes. En als je ze goed verzorgt, dan heb je zelf een jongen. Dus dan gaan die kosten, die gaan er vanzelf weer uit. Ja. Hey, maar hoe ziet dat er bij jou thuis uit? Want je hebt ze op zolder. Ik heb ze op zolder zitten, nu nog wel. Nu de kinderen de deur uit zijn, gaan ze binnen nu in een jaar terug naar de slaapkamerverdieping, zeg maar. De eerste verdieping. En dan zitten ze in bakjes of zo? Ja, in bakken. In bakken van 35 bij 25... bij 20 hoog, zoiets, met ventilatiegaten erin, afhankelijk van de soort. Sommigen hebben heel veel gaten, anderen hebben maar een paar. Net hoe vochtig of hoe droog je ze wil houden. Ja. Het is een simpele hobby om ze te kweken. Ze vragen niet veel, hè? Het is een tamelijk eenvoudige hobby, als je maar weet wat je moet doen. En dat is de kunst. En dat moet je dan, ja, dat heb ik dan grotendeels beschreven op mijn website... En want je alle informatie gooi je bij elkaar en dan maak je een verhaal van. En dan wordt het duidelijk. Want je moet bepaalde dingen moet je weten. Wat eten ze? Je moet dat weten van... Per soort dus? Ja, ze hebben een aantal dingen die eten ze eigenlijk wel allemaal. Maar je hebt ook soorten die heel gespecialiseerd zijn in bepaalde dingen. Maar daar hou ik mezelf niet zoveel mee bezig. Dat zijn dan vaak in grotten levende soorten. En die, ja... Weet je, je kan, ik zei al, er zijn ongeveer 5000 soorten landpissebedden. Je kan niet alles gaan houden. Hoeveel heb jij er tot dit moment? Ik heb ongeveer 50 bakken, denk ik. En die, ja, daar zijn bakken bij waar er enkele honderden in zitten tot 40, 50. En ik heb eens ooit één bak gehad, die beesten die deden het zo goed... Die kon ik gaan verkopen aan iemand. Want ik wou er vanaf, want die deden het zo goed. En niemand wou ze hebben. En toen ben ik gaan tellen samen met mijn jongste kleindochter. En toen waren we bij 1000. En toen keek ik zo in de bak. En toen dacht ik van, ik stop met tellen. Het is goed. die planten zich zo enorm voort. Dat is echt ongelooflijk. Ja, ja. En daar heb ik ooit eens een eendagskuiken, een diepvries eendagskuiken, wat ontdooid was, heb ik daarbij gelegd. Ik wou eens kijken wat er dan gebeurde. Binnen 24 uur was er niks meer van over. Alleen een paar stukjes botjes. Zo. Dat zijn echt opruimers. Ja. En dat kunnen ze heel goed. Je zei het al, jouw website, hoe komen we daar? Mijn website die is genoemd naar een genus van pissebedden. Porcelio, dat is met een C. Porcelio. Porcelio.nl, daar vind je meer informatie over. Ja, daar is alle informatie te vinden en foto's. Okay. Maar dat is ook leuk. Het is, fotograferen is ook een hobby van me. En dit zijn ideale beestjes om te fotograferen. Het is allemaal macro-werk natuurlijk. Maar dat is, dan zien ze er pas echt schattig uit. Porcelio.nl. Porcelio, met een C. Ja. Hey, dankjewel voor jouw komst naar Hilversum van het Verre Oost-Soeburg. Dat gaat lukken, denk ik. Je hebt ook een plaatje meegenomen. Daar moest je even over nadenken, zei je. De verdronken vlinder, Boudewijn de Groot. Ja, waarom die? Dat zijn een mooi stukje jeugdsentiment. Ja, vlinders zijn ook mooi. Ja, en vlinders zijn ook beestjes. Ja, precies. Dus ik dacht, nou, dat is dan, dat moet dan goed komen. We gaan hem draaien. Dankjewel. Hartstikke goed. Oké, fijn. Fijne week.